Wie de tentoonstelling bezoekt die op dit ogenblik loopt in het Felix Hart Museum in Drogenbos, heeft best niet te veel last van hoogtevrees. Binnenstappen in deze installatie van licht, grafiek en spiegels geeft je het gevoel dat je een eindeloze ruimte binnenkomt en gewichtloos wordt. Dit is een werk uit 1967 van Luc Peyre, een kunstenaar die duidelijk een zwak heeft voor de verticale lijn. Hij heeft dat idee gewoon verder steeds consequent gestuurd tot hij op het idee kwam om laat ik de meest oneindige verticale lijn creëren. En hij maakt dat dus door in de jaren 60 om een kubus die spiegelend werkt. En inderdaad, wanneer je boven of beneden kijkt, die lijn loopt gewoon door. En het is eigenlijk gewoon een formidabele belevenis van de verticaliteit. Luc Peyre was een geboren Bruggeling. Hij overleed in 1994 in Parijs. Peyre wordt beschouwd als de meester van het abstract verticalisme. Volgens hem is elke mens op zoek naar oneindigheid. De verticale lijn staat voor spiritualiteit en religie. Kortom, het hogere in de mens. Met zijn werk probeerde hij die boodschap te brengen in een begrijpelijke taal. Er zit zeker wel degelijk een wil om het meer te laten zijn dan alleen maar een mooi kleurvlak. Om alleen maar een puur decoratieve kant te hebben. Maar het komt er natuurlijk wel dichtbij en dat zien we ook later in de vormgeving die hij gaat maken. Maar zijn bedoeling is wel om een ruimte te creëren die je doet bezinnen. En ruimte is niet toevallig de titel van de expositie in het Felix Hart Museum. Omdat hij precies een eigen ruimte gecreëerd heeft ten opzichte van de kunstenaars, abstracte kunstenaars van de jaren 20, die gaan eigenlijk proberen om daar echt een gemeenschappelijk project van te maken. Hier is het echt Luc Peyre zelf, de kunstenaar, de individu die een hele eigen beeldtaal maakt en hij nodigt je uit om die ruimte te verkennen, om zijn ruimte te verkennen. En hij heeft dat gedaan via zijn tekeningen, via zijn schilderijen, via zijn objecten, maar ook via ingrepen in de architectuur, via ingrepen in een stad met een Place Carré als grootste voorbeeld van een geïntegreerd project waarin dat hij zijn beeld, zijn teken probeert mee te geven en ruimte om bij stil te staan.